Hey guys, en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. De video van vandaag is mijn derde routine video en in deze video laat ik mijn morning routine zien tijdens quarantaine. Op deze dagen zet ik eigenlijk geen wekker meer behalve als ik online les heb. Als ik wakker ben check ik vaak als eerst mijn social media en meestal is dit Instagram. Als je het leuk vindt om mij te volgen staat er een linkje in de beschrijving. Vaak zit ik nog even achter mijn laptop, want ik zit op dit moment in mijn examenjaar, dus ik moet nog een paar tentamens afronden. Als ik ready ben om mijn bed uit te komen, trek ik deze dagen vaak een pyjama set aan, want die zit eigenlijk toch heel de dag binnen. Dan borstel ik ook nog even snel mijn haren door en maak ik een messy bun. Voordat ik naar beneden ga, doe ik altijd nog even mijn gordijnen open en dan ga ik vervolgens naar de badkamer. Het leek mij dit keer wel leuk om een skincare routine te doen, aangezien het in mijn vorige routine video's veel werd aangevraagd. Op dit moment ben ik in een nieuwe woning, dus heb ik ook echt alleen de producten mee die ik op dagelijks basis gebruik. Deze producten zijn op dit moment mijn favorites en ik zal de namen van alle producten in de beschrijving zetten mocht je benieuwd zijn. Ik begin altijd met deze Rice Water Bright Cleansing Oil van de Face Shop en dit masseer ik goed over mijn gezicht. Als ik de cleansing oil heb afgespoeld, begin ik met deze Mango White Face Wash van It Skin en deze had ik in Korea gehaald, maar kan je ook gewoon online bestellen. Om mijn poriën weer te sluiten voordat ik crème opsmeer gebruik ik altijd een toner. Op dit moment vind ik deze Clarifying Treatment Toner van COSRX heel fijn, maar ik wissel het een beetje af met deze roze toner van Lancôme. Voor crème gebruik ik deze lotion, ook van It Skin, en deze is heel hydraterend en ruikt echt super lekker. Mijn favoriete oogcrème is deze Waterbank Eye Gel van Laneige en deze smeer ik rondom mijn ogen. Als verzorgende lipproduct gebruik ik deze Lip Sleeping Mask, ook van Laneige. En dit is nog een tester, maar ik ben wel van plan om de full size te halen. Normaal gesproken doe ik tijdens deze quarantaine dagen na mijn skincare geen make-up meer op. Maar omdat ik vandaag nog een try-on van de shoplog ging filmen, laat ik ook gelijk even mijn make-up routine zien nu we toch bezig zijn. En bovendien werd dit ook super vaak aangevraagd. Als eerst begin ik altijd met deze primer van Maybelline. Ik gebruik al een paar jaar geen foundation meer, omdat ik niet echt hou van dat blamuurgevoel. Maar deze concealer van Maybelline vind ik wel heel erg fijn. En hiermee bedek ik een beetje mijn oneffenheden. Voor onder mijn ogen gebruik ik deze concealer van The Seam. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. En dit dep ik onder mijn ogen. Mijn all-time favorite poeder is deze van Fenty Beauty. En dit dep ik op de plekken waar ik concealer heb gebruikt. Ondertussen laat ik de poeder even zitten en plak ik mijn wimpers op en hierbij gebruik ik de wimperlijm van Duo. Daarnaast gebruik ik deze eyeliner om nog een lijntje te trekken bij mijn wimperrand. Voor mijn wenkbrauwen gebruik ik dit potloodje van Rimmel London. En ja, wenkbrauwen tekenen is gewoon echt oefenen. Je ziet bij mijn video's van vroeger tot nu ook een hele wenkbrauwevolutie. Maar wat ik je wel echt als tip kan meegeven is om de vorm te creëren met een wattenstaafje met een beetje tonic in plaats van product. Zodat je niet zo'n neppe harde lijn krijgt. Mijn go-to voor blush en bronzer is het Peach Palette van Too Faced. En ik begin altijd een beetje met blush en probeer daarna licht te contouren. Mijn favoriete highlighter op dit moment is deze van Becca en deze vind ik echt heel erg mooi. Dezelfde highlighter gebruik ik ook voor mijn ooghoeken, mijn neusbrug en mijn cupido boogje. Ook poeder ik mijn gezicht nog even af. Ten slotte gebruik ik deze fixing spray zodat alles goed blijft zitten. Als ik me heb klaargemaakt wissel ik mijn pyjama broek even voor een legging, want daar leef ik nu in deze dagen. Aangekomen in de keuken zet ik als eerst een kop thee en de thee die ik altijd drink is deze van Forest Fruit.
Deze ochtend had ik zin in een fruitontbijt met yoghurt en granola en ik begin als eerst met het snijden van de ananas. En let trouwens niet op de grote hakmes die ik gebruik. Elke Asian household heeft deze. Als ik de ananas heb gesneden, doe ik hetzelfde met de aardbeien. En vergeet natuurlijk niet altijd om je fruit goed te wassen. Ik maakte ook gelijk een kommetje voor mijn broodje en ik begin met yoghurt en daarna top ik het af met fruit en granola. Het overgebleven fruit geef ik vervolgens aan mijn ouders. Mijn ontbijt eet ik meestal rustig op de bank op en ik kijk momenteel op Netflix La Casa de Papel en dit is echt een van mijn favoriete series. Laat me trouwens in de comments jullie Netflix aanraders weten, aangezien we allemaal nu heel veel tijd over hebben. Daarnaast volg ik op Videoland de docu van Monica Geuze. Als ik een productieve ochtend heb, ga ik vaak na het ontbijt gelijk editen, zodat ik weer wat meer wekelijks kan uploaden. Ik ben kort geleden ook van bewerkingsprogramma geswitcht en op dit moment gebruik ik iMovie. Ik edit nu trouwens een shoplog die nog niet online is gekomen, maar ik hoop dat ik deze volgende week kan uploaden. Voor lunch ging ik ramyun maken en ik vind deze met seafood heel lekker. Mijn broertje en vader aten ook mee en hier wilde mijn moeder even helpen, terwijl het water nog niet kookte, maar dat maakt niet zoveel uit. Ik voeg toch nog wat water erbij toe, omdat mijn moeder toch wilde mee eten. Ook doe ik er nog wat bosui bij en wacht dan tot het water kookt. Als het water kookt, leg ik de ramyun erin en ook voeg ik de laatste specerijen eraan toe. Daarnaast heb ik ook nog even snel 3 eitjes gebakken. Wanneer de noedels klaar zijn, schep ik eerst voor iedereen op en daarna voor mezelf. Als side dish had ik deze zoetzure komkommers. Na mijn lunch ging ik nog even de try-on filmen van de shoplog die nog online moet komen. En dan was dit eigenlijk mijn quarantaine morning routine. Dit was natuurlijk wel een productief thuiswerkdagje, maar ik heb ook zeker dagen dat ik als een zwerver gewoon in bed lig. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Vergeet niet te liken en dan zie ik jullie snel weer met een nieuwe video. Doei doei! Nothing seems the same, always on the go now, never seem to slow down. You've been playing games, you don't pick up the phone now, when you know I'm never home now. Tell me when am I gonna see you, cause I've been missing your body, right beside.